Goedemiddag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag, welke datum is het? Donderdag is het in ieder geval. 24 augustus. En daarnet heb ik een nieuw filmpje gemaakt voor een nieuwe serie op mijn kanaal. Als die online staat zal ik hem hier linken. Maar ik ben nu nog met Jus en we gaan nu eten maken. Kom. En morgen, morgen krijg ik de uitslag van mijn examen. En ik ben echt zo zenuwachtig. Ik heb echt heel erg buikpijn. Echt al 3 dagen of zo. Ik weet het namelijk echt niet of ik ben geslaagd of gezakt. En ik stress hem echt zwaar. Je moet hem aanklikken, anders gaat hij niet aan. Jus. Ja, hij staat er gewoon aan. Kan je piano spelen? Probeer eens iets. Maar je bent zo muzikaal. Iets spelen? Ja. Moet jij het filmen? Wat wil je dat ik speel? Gewoon iets leuks. Oh, je haar is echt heel blond geworden. Ik zal nog even maken. Wil je broodjes met? Wil je kroket? Misschien heb ik wel kroket. Je lokt het uit, hè, Jus. Oké, we gaan Gino. Gino ligt hier. Oh, hij gaat nu op zijn rug liggen door jou. Pak hem. Nee. Oké, het is alweer echt de hele dag verder. En ik lig al bijna in bed. En ik moest in de avond even werken. Maar ik word dus morgenochtend gebeld over mijn examenuitslag. En ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Ik ga echt... Als ik ben gezakt, durf ik het gewoon niet eens te vertellen of zo. Het is zo kut, maar ja, ik wil gewoon echt geen tussenjaar. En ik wil gewoon echt maandag beginnen met mijn opleiding. Dus ik stress hem echt heel erg en ik hoop zo erg dat ik morgen ben geslaagd. Ik wil wel echt super erg bedanken voor alle mensen die zulke lieve reacties en zo plaatsen. En die met me meeleven, want ik heb zoveel reacties gehad van... En weet je of je bent geslaagd en gewoon succes en zo. Echt super lief. Dus daar wil ik jullie wel echt heel erg voor bedanken. En ik had eerst wel een heel goed gevoel over mijn examen. Maar ik durf het toch eigenlijk niet te zeggen of zo. Maar ik ga in ieder geval nu proberen te slapen. Want anders ben ik morgen echt heel erg moe. En ik kan morgenochtend dus worden gebeld. Maar ik weet dus ook niet hoe laat. Ik weet gewoon helemaal niks. En het maakt me echt gewoon heel gek. Maar ja. Ik laat jullie het morgen allemaal weten. En ik heb zo erg ik ben geslaagd. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 25 augustus. En ik krijg zo meteen mijn uitslag. En ik ben zo zenuwachtig. Ik kan het gewoon echt niet meer handelen. Ik ga echt helemaal kapot. Mijn handen trillen ook zo erg. Het is echt niet normaal. Maar als ik word gebeld, zou ik het wel opnemen. Oké, jullie willen vast weten wat de uitslag is. Nou, aan mijn hoofd te kunnen zien. Ik ben dus niet geslaagd op 1/10, op 0,1. En ik ben echt, ik voel me echt, echt heel erg kut. Maar ik weet het ook even niet meer. Ja. Oké,
Het laatste beeld dat jullie van mij zagen was dat ik heel verdrietig was. Maar ik weet nog niet of ik dat erin ga doen. Sorry dat ik deze fidget spinner vast heb. Maar het is nu de avond dat ik mijn uitslag heb gehoord. En ja, ik weet dus niet of ik dat vorige erin ga doen. Maar ik ben dus niet geslaagd. Want ik ben op 1/10 gezakt. En het lijkt nu net of ik het niet zo erg vind. Maar ik vind het wel heel erg. Maar ik ben er een soort van nu al een klein beetje overheen. En ja, het is echt fucking zuur. Want ik was ook net aangenomen bij de PABO. En ik had alle toelatingstoetsen en zo gedaan. En dan ben ik niet geslaagd. Dus dat is wel erg kut. Maar ik ben nu bij Demi thuis. En we gaan vanavond uit. Dit klinkt zo raar. Want ja, ik hoef toch niet meer naar school. Maar ik weet nog niet precies wat ik allemaal ga doen. Het enige wat ik weet is dat ik vanavond uit ga. Dus ja, zin in. Goedemorgen. Het laatste wat jullie hebben gezien was eergisteren. Nou, was al echt een paar dagen geleden. Het is vandaag dinsdag 29 augustus. En ja, ik was eigenlijk bezig met mijn kamer aan het opruimen. Maar ik dacht, ik moet ook nog even iets aan deze vlog doen. Want het laatste wat jullie hebben gezien was dat ik vertelde over dat ik niet was geslaagd. En dat ik uitging en allemaal dat soort dingen. Waarschijnlijk zijn jullie ook heel benieuwd, ja, wat ik nu ga doen. En allemaal dat soort dingen. Ik wil als eerst echt iedereen zo erg bedanken die allemaal lieve berichtjes heeft gestuurd. Ook gewoon via YouTube. Gewoon mensen die ik eigenlijk niet ken. En die gewoon zulke lieve berichtjes sturen over ben je geslaagd. Ik heb Insta DM's en zo gekregen. En meestal reageer ik daar niet eens op. Maar ja, ik wil gewoon iedereen super erg bedanken. Sorry als ik niet heb gereageerd. Maar dan hierbij heel erg bedankt voor je berichtje. Wat er nu gaat gebeuren. Het is vandaag dinsdag. Gisteren zou mijn opleiding beginnen. Daar kan ik dus niet aan beginnen. Want ik heb geen diploma. Ik heb straks een afspraak op de VAVO. Voor mensen die niet weten wat VAVO is. Dat is volwassen onderwijs. En daar gaan we dus kijken wat ik kan doen. Dus waarschijnlijk moet ik dan een jaar opnieuw gaan doen. Maar dan alleen voor het vak Engels. Want ik mis natuurlijk 1/10. En daarnaast wil ik allemaal extra dingetjes gaan doen. Ik wil me sowieso volledig, ja, eigenlijk meer gaan concentreren op YouTube. Ik wil gaan werken. Doe ik al maar meer. Voor de rest weet ik nog niet zo goed wat ik wil gaan doen. Sorry, ik film echt een beetje onderaf. Dus ja, het is allemaal nog een beetje de vraag. Ik ga sowieso eerst zo meteen naar die afspraak toe. En dan zie ik allemaal wel wat er gaat gebeuren. Oké, ik ga dus nu naar die afspraak toe. Ik heb nog even omgekleed. Ik heb er echt geen zin in. En ik kan echt elke dag nieuwe kleding aan doen, omdat ik zoveel kleding heb besteld. Oké, maar dit is wat ik aan heb. Een rokje en dit shirt met deze flare mouwen. En ik heb nieuwe Puma's. Deze. Doei. Oké, ik ben terug van het gesprek. En ja, het ging prima. Ik ben daar gewoon dus aangenomen. Dus ik heb nu 3 uur in de week Engels. En voor de rest niks. En ik heb even een nieuwe agenda gekocht. Want ik moet echt dingen gaan opschrijven. Maar ik ga nu werken. En na werk komt Demi. Dus dan film ik weer na lekker na werk. Doei doei. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 30 augustus. En ik moest gisteren, was ik nog even met Demi in de avond. Maar dat heb ik helemaal niet meer gefilmd. Of wel, volgens mij niet. Maar ik heb zo meteen mijn introductiedag op de VAVO. Dus ja, ik moet daar om 9:30 zijn. Dus ik heb alles al gedaan, make-up en zo. En om 11:00 neem ik de trein, want ik ga niet fietsen. En ja. Daarna weet ik nog niet zo goed wat ik precies ga doen. Maar ik heb er niet heel veel zin in. Oké, ik was de vlog aan het editen. En toen zag ik dat die eigenlijk nog helemaal niet heel lang was. En ik had nogal pakketjes gekregen. Dus ik dacht, ik laat dat gewoon even nog erbij zien. Want ja, anders is het ook zo'n korte vlog. Zo, mijn hoofd glimt een beetje, maar ik heb 2 paar nieuwe schoenen gekregen. Die staan hier onder mijn tafel, maar
Die komen nog in een aparte video, dus die kunnen jullie nog verwachten. Maar ik had nog een ander pakket gekregen, dus ik dacht, ja, die ga ik gewoon even laten zien. En volgens mij was het niet zoveel. Het zit hier in dit zakje. Kijk. Als eerst zit het hier in. En op deze website had ik nog nooit besteld, maar ik dacht gewoon een keer om uit te proberen. Als eerst heb ik zo'n... Oh, deze vind ik echt leuk. Dit is zo'n doorschijnend topje waar je zo'n bralette of BH onder kan doen. En deze is dus echt glimmend. Deze vind ik wel echt mooi. Dus deze kan ik dan met een bralette aan. Dus dit is de eerste. Deze was niet zo duur. Ik weet niet meer hoe duur. Maar deze en deze heb ik in de maand M. En even kijken. Ik had ook nog zo'n geel shirt besteld. Met van die flare maatjes. Deze. Hij is heel geel. En dan heeft hij van zulke mouwen. Want ja, ik weet niet waarom. Maar ik vond het gewoon leuk om een keer zo'n geel shirt te bestellen. Hij is alleen heel erg gekreukeld. Maar voor de rest. Prima. Nice. En ik heb nog een shirt. Maar ik kan me dit ook niet meer herinneren dat ik dit heb besteld. Wat is dit? Dit is wel een beetje een raar stofje. Ik wil toch niet zeggen dat dit hetzelfde is. Oké, dit is ook wel een beetje groot. Maar dit is ook een shirt met een klein beetje vleermouwtjes. En hij heeft hier heeft hij zo'n choker effect. Deze. Geen idee wat ik hiervan vind. Maar dat waren dus de drie items die ik heb besteld. Ja, voor de rest. Ik had nog een oproepje. Want ik heb natuurlijk nu heel veel tijd om video's te maken. Dus leuke ideeën. Zet ze in de comments. En ja. Als het goed is, komt hierna gewoon het outro. Dus ja, doei. Ik denk wel dat de vlog al best wel lang is. Dus ik ga hem bij deze ook afsluiten. Ik hoop dat jullie de weekvlog wel leuk vonden. Als jullie nog vragen hebben over mijn, wat ik ga doen. Of iets over mijn diploma. Of geen idee. Stel het zeker in de comments en ik zal zeker reageren. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. En doe zeker een blauw duimpje omhoog. Doei doei!